Wij zijn een familie en zing. Het is vandaag donderdagochtend. Ik ben in de keuken om Thibaut zijn eten even klaar te maken. Ik dacht dat ik wat brood uit de vriezer had gehaald, maar ben ik vergeten. Oh, sorry, hoor je gaan? Ik moet wakker worden. Dus ik ga even Thibaut crackers smeren. En chocopasta erop. Dat is op dit moment het enige dat Thibaut eet, chocopasta. Het is echt zo'n fase dat hij alleen maar chocopasta wil. Als ik moet anders aankomen, dan dat is niet goed. Dus nou, we gaan even een ontbijt maken. Ik heb vandaag nog een afspraak. Ik hoop dat ik daar wat duidelijkheid over krijg. Daar vertel ik me later nog wel meer over. We gaan nu eerst even wakker worden en even lekker ontbijten. Een ontbijtje vandaag. Een cracker met 30+ kaas. Brie. Een beetje walnoten en honing. Dat vind ik hartstikke lekker. En een kopje koffie met een beetje koffiecreme erin. Dus hier start ik mijn dag vandaag mee. Mijn middageten even aan het maken. Omdat ik straks. Oeh, de zon schijnt, jongens. Yay! Eindelijk droog. Het is echt fijn dat het droog is. Maar ben mijn lunch aan het maken. Ik ben twee eitjes aan het koken op dit moment. Stukjes kaas, salami en brie, ik kwam even nog niet op naam en wat nooit. En dat is mijn lunch. Ik probeer echt wat minder te snoepen. Ik was echt een snoeperd en ik vind dit soort dingetjes vind ik ook lekker. Dus ja, ik vervang dat en er zitten overal heel weinig koolhydraten in. Dus dat is nog beter, maar dit is gewoon mijn lunch omdat ik het gewoon lekker vind. Dus ik ga dat gewoon zo even eten en de zon schijnt eindelijk, mensen. Nou, die duurt nog wel even. Maar het is echt. Ja. Aan de ene kant vind ik de winter leuk als het sneeuwt. Dan is de winter leuk. Of als het gewoon kraakhelder is en het heeft gevoel en het is echt koud. Dat is voor mij winter. Dit. Ik vind dit weer echt helemaal niks. Ik hoop. Ik had begrepen dat we nog wel weer sneeuw zouden krijgen. Het hoopje stiekem eigenlijk wel. Mijn eitjes zijn klaar. Ik ga even mijn eitjes afgieten. En dan laat ik jullie zo even mijn lunch beter zien. Mijn lunch voor vanmiddag. Yummy. Ik ben bij mijn afspraak. Even nog wachten. Ik ben 10 minuten vroeg. Dat is altijd een ding van mij. Ik ben altijd 10 minuten te vroeg. Ik wacht nog even op iemand die met me meegaat. Dus ik hoop dat ze me hier ziet staan. Maar als het goed is moet ik hier in. Dus ik dacht ik zet hem er mooi zo'n beetje tegenover. En ze zijn wel zelf aan het registreren. Ben je er al? Zo. En dan even in gesprek over mijn werk. Want ja, dat schiet niet echt op. Nee, dat schiet echt niet op. Dus ja. Ik wil graag weer aan het werk om thuis te zitten. Dan ben ik echt zat. Ondanks dat ik nou ja, met YouTube wel bezig ben. Om gewoon mijn tijd te voldoen. En omdat ik het leuk vind om te doen. Ben het eigenlijk eerst met een andere reden begonnen. Omdat ik me iets minder goed heb gevoeld. En ja. Ik nu zoiets heb van. Ja, ik doe YouTube nu puur. Nu omdat ik verveel me anders. Dat is gewoon. Dat is gewoon het hele feit. Ik verveel me gewoon. Ik wil gewoon niets doen. En ja, ik weet niet zo goed wat. Oh, ik ga even kijken, want ik krijg een berichtje. Was niet mijn begeleiding, die appte maar bier. Ik had nog even uit vriendenkamer van Thibaut omgewisseld. Want we hadden hem even een tijdje in een campingbedje neergelegd om te slapen. Want hij te onrustig sliep. Maar ik heb hem nu weer in het nieuwe jaar, dacht ik. Nieuwe kansen. Een nieuw begin. Dus ik heb hem in zijn campingbed. Of in zijn normale trekkerbed weer neergelegd. Dus ik had even een fotootje gestuurd naar Björn. En die reageerde daarop. Maar ik was ook 10 minuten te vroeg. Dus ik had nog niet verwacht dat ze appte. Maar je weet het niet. Misschien was ze wel al hier op de parkeerplaats. En dat kan niet gezien. Maar ja, ik ben benieuwd. Wat ze gaan doen. Toch
Nou ja, de persoon die me eigenlijk moet helpen. Ik wil niet negatief klinken of zo. Maar ik word een beetje door haar in de steek gelaten. Zo voelt het. Ze laat me zwemmen. Terwijl ik nu eigenlijk niet meer weet waar ik heen moet. Omdat ik heb bij zoveel winkels langs geweest om te vragen om werk. En het kan een grootste gedeelte liggen aan mijn uren. Maar dat zijn de uren die ik kan werken. En de uren die goed zijn voor mij. Ik heb zoiets van, dan moet er toch wel iets zijn dat dat kan. Maar ik hoop dat die man iets voor me kan doen. Dat is ook nog de tweede vraag. En me kan helpen. En wil helpen. Dus we shall see. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook ondertussen aan het rondkijken of ik haar zie aankomen rijden. Maar ik zie nog niks. Maar ik wacht nog even rustig af. Ik laat de kamer van Timo nog even zien. Want daar ben ik vanmorgen druk mee bezig geweest. En zo nog even bij mama geweest. En Timo die... hij was ontschept. Timo slaapt weer in een gewoon bedje. Hier, dit moet nog eigenlijk achter het schot. Maar dat lukt me niet zelf. Timo's nachtkastje. Met een lampje. In dat lampje moet ik denk ik nog even batterijen doen. Want voor mij is die leeg. Ja, die is echt die is leeg. Ik heb hier een klokje staan. Die doet natuurlijk ook niet. Daar hoeven niet echt batterijen in voor Thibau. Een leuk fotolijstje met samen papa. En dit is de... kijk, Thibau met papa. Je ziet het niet heel goed. Omdat het een zo'n uitgedraaide foto is. Maar het is voor vaderdag. Met op de trike van Björn's opa. Zijn drinkbeker. Nou, ik heb hier zijn trein neergezet. En hier nog een speelding. Zijn dino. Deze tandenborstel. Ik moet even in zijn la. Nou, ik heb hier wat boekjes neergelegd. Hij is gek op de borrelboekjes en de bobbyboekjes. Deze verfrist een beetje de lucht. En zijn muziekje voor 's avonds. Nou, hier heeft hij nog een man staan met speelgoed. Zijn vrachtwagen, nog een vrachtwagen. Hij is hier met een vuilniswagen aan het spelen. En nou ja, van alles. Hier ligt nog een Hot Wheels-baan. Nou ja, dit is een beetje, nou ja, je kent het wel. Daar staan nog boeken. Zo'n rommelkast met van alles en nog wat erin. En zo hebben we het een beetje... veranderd op Thibau's kamer. Slaapt dus nu weer in het grote bed. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik denk dat hij wel gewoon doorslaapt vannacht. Maar ik denk dat hij weer heel vroeg 's ochtends bij ons bij het bed staat. Dus dan moet ik even streng zijn en tegen Thibau zeggen, nee, terug naar je bed. Dus dat gaat nog wel een dingetje worden. Maar hij heeft hier eigenlijk van alles en nog wat in de kamer. Ik wil heel graag er een trekkerkamer van maken. Want hij heeft nu ook een trekkerbed. Ja, hè? Niet de stickers eraf halen, jongen. Niet doen. Dan is die niet meer mooi. Thibau. Dan is die niet meer mooi. Niet doen. En toch gewoon proberen, hè? Ja, nu... Nee. Wat had ik tegen jou gezegd? Nee, die kan nog niet meer terug. Gooi maar weg. Thibau, weggooien. Als je al die stickers eraf haalt, Thibau. Als je eraf haalt, is hij niet mooi meer, hè? Nee, maakt ook niet uit. Je moet het ook zeggen, Vee. Maar zijn kamertje zo een beetje veranderd. Ik wil eigenlijk een beetje boerderijtrekkerachtige kamer van maken. Hij heeft ook van die boerderijslingers hangen. Nou, hier hangt nog kars en karsgordijnen. En dat wil ik eigenlijk veranderen naar trekker. Dus ik wil eigenlijk ook een beetje op markt en zo. Ik heb ook al die kastspullen van de markt af. Maar een beetje rondkijken. Bijvoorbeeld schilderijtjes kan vinden van trekkers. Dat soort dingen. Een bed overtrek wil ik nog hebben van een trekker. En gordijntjes wil ik ook eigenlijk anders. Maar voor nu heb ik zoiets van... we doen het zomaar eerst even. Ho ho. Ik ga even hier zitten op zijn bed. Voor nu laat ik het zomaar even. Wat is ze? Trein. Trein? Trein. Trein.
tuin. Wat zeg je nou? Tuin. Wat? Tuin. Tuin. Hey. Nee. Kom eens hier. Nee, want de buurvrouw hoort het ook. Wat doe je? Ja, kijk hier. Dus zo ziet Thibau zijn kamer eruit. Ben je blij met je kamer? Thibau, ben je blij met je kamer? Thibau, ben je blij met je kamer? Ja. Goed zo. Dus ja, ik heb Thibau zijn kamer. Thibau, hou even op. Nee, nou is het klaar. Nee, nou vindt mama het niet leuk meer. Ja. Ah, Thibau, klaar nu. Dus ja, ik heb Thibau's kamer dus nu even zo staan. En mama gaat zo even eten koken. Eten koken. Ja, ik zie het. Dus ja, Thibau's kamer veranderd. Ik had even nog een afspraak. En Thibau is vanmiddag bij mijn moeder geweest. Dan ben ik nog even blijven hangen. Ik film niets bij mijn ouders, omdat ik dat ook een stuk privé wil houden en mijn ouders niet zo van camera zijn, dus dat blijft gewoon privé. Maar ik ben nu thuis, ik heb de was net opgevouwen, dat had ik nog liggen. En ik heb vanmorgen de hele kamer dus al gedaan. En we gaan vandaag weer noedels eten. Ja, dat mag ook, we gaan vandaag weer noedels eten, dus ik ga zo lekker koken. Ja. Mama, kom maar. Tijd voor onze avondroutine. Dus ik ga ook bij deze de vlog afsluiten. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet de honden niet te abonneren. Laat nog een leuke comment achter. En zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog.